FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Broekhuis. Maandag zei je dat we het VVV lastig gingen maken. Dat is wel gelukt, toch? Nou, ik denk dat er... Als je kijkt naar deze wedstrijd, is er één ploeg die dik verdient om te winnen. En dat was Volendam. Dus ik denk dat we gewoon goede zaken hebben gedaan. En we hebben gewoon als een team gespeeld. En ook de wissels, dat heb ik net in de kleedkamer ook gezegd, hebben gewoon allemaal geleverd in de juiste ritme. Ja, dat vond ik heel mooi om te zien. En daarom is het een prachtige teamoverwinning. VV heeft nauwelijks kans gehad, terwijl Volendam veel goed positiespel heeft laten zien. Hoe tevreden ben je daarover? Nou, als je kan domineren, dan weet je dat je ook tegenstanders minder kansen laat geven. Nou, dat hebben we vanavond uitstekend gedaan. Tegen toch een ploeg waarvan je weet dat die straks ook weer toch ergens bovenin zullen meedoen. Dus daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. En we hadden vandaag een verrassing met Jordy Blom in de basis. Hoe heeft hij het opgepakt? Nou ja, ik denk dat iedereen wel even kunnen zien dat die jongen gewoon brani heeft en lef heeft en durft dingen te doen. Onvoorspelbaar is. Nou, dat zijn spelers waar ik wel van hou. Dan weet je dat er ook wel dingen misgaat, maar dat mag, weet je. Maar door de dreiging die dit soort jongens hebben, ja, gebeuren er dingen op het veld. En dat zag je vanavond ook een aantal keer. Nou, debuut, assist, overwinning. Kon het beter? Het is een mooi debuut. Natuurlijk kan het altijd beter, maar voor de eerste keer denk ik dat het wel goed is gegaan. Het was de eerste keer dat je bij de selectie zat. Ja. En je maakt gelijk ook je basisdebuut. Hoe kreeg je het te horen? Eigenlijk toen de opstelling bekend werd gemaakt, hoorde ik pas dat ik basis stond. Dus het kwam voor mij ook wel eens een verrassing. Maar ik ben er wel blij mee. Hoe was het toen met de zenuwen, toen je het hoorde? Ik denk dat de zenuwen voor een wedstrijd heb je altijd wel. Ook als je invalt. Maar zeg maar, zodra je het veld opkomt en eenmaal aan het voetballen bent, ben je meer bezig met het spel dan met je zenuwen. Dus dan valt het wel weg. En van zaalvoetbal ga je naar het eerste elftal. Dat ging best wel snel, toch? Jawel. Ik ben nog steeds speler van jong. Maar ja, ik blijf gewoon mijn best doen en ik hoop dat er meer mag komen. En dan de wedstrijd. Hoe voelde het om in zo'n goed gevuld krasstadion te spelen? Ja, mooie sfeer. Mooi publiek. Veel geluid. Dat is wel mooi. En waarom koos je er vanavond voor om het roer om te gooien? Nou, je kijkt gewoon naar de tegenstander die je krijgt en naar waar hun zwaktes liggen. Of dat je denkt van nou, daar kunnen wij misschien met bepaald type speler daar iets creëren. Nou, dan ga je puzzelen en nog eens een keer kijken. Ja, en dan kom je uiteindelijk tot iets dat je denkt van nou, dat zou zomaar eens een goede verrassing kunnen zijn. Ik denk dat we de eerste 25 minuten, misschien nog wel langer, echt ons spel spelen en gewoon voetballen. Dus op zich vond ik dat ik best wel in de wedstrijd kwam daardoor. Ik vond ons ontzettend goed beginnen. Als ik de eerste 10, 15 minuten zag ik in Volendam wat echt heel fris voetbalt. Goed ritme speelt. Tegenstander eigenlijk geen seconde tijd geeft. Ja, sterk aan de bal. Ja, dan creëer je gelijk een aantal mooie momenten. Nou, daar kan je al een goal uit maken. Prachtige actie van Boy Dul volgens mij. Dat hij een prachtige kans oplevert. Ja, daar komen mensen voor naar het stadion. Ja, en dan heb je daarna, weet je dat je natuurlijk niet continu volhoudt. Maar dan gaat het wel weer om het ritme te blijven houden. En dat vond ik goed dat we dat gelukkig de tweede helft weer goed oppakten. Ja, en dan blijft het maar 2-1. Maar dat misschien ook al wel 3-4-1 kunnen staan. Maar ja, dan blijft het toch een spannende wedstrijd. De linksbuiten van hun, die hield het best breed. En dus daardoor lag er best wel veel ruimte open. En ik kreeg een goede steekbal en ik hield mijn lichaam ertussen. En ik zag tweede paas, speler van Volendam staan. En ik dacht van, ik ga hem gewoon strak tweede paal geven. En hij kwam mooi aan. Nou, ik ben niet zo zenuwachtig. Ik ben alleen bezig om de zaak te blijven controleren. Het gaat erom dat je op dat moment de juiste keuzes maakt. En soms hebben ze mijn stem even nodig om toch te maken dat die bal niet meer bij ons op de helft komt. Nou, en dat hebben ze best behoorlijk gedaan vanavond. Want we hebben het ook wel eens laten liggen in belangrijke fases.